In deze video wordt geschetst hoe van projectpartners wordt verwacht dat zij hun 6 maandelijkse voortgangsrapportages invullen. De video richt zich met name op de inhoudelijke kant van de voortgangsrapportage, inclusief de rapportagevolgorde, wat er in het voortgangsrapport moet worden opgenomen en hoe het rapport kan worden ingediend. Volgens het principe van de lead partner vullen de projectpartners hun voortgangsrapporten in en dienen deze in bij de lead partner. De lead partner is verantwoordelijk voor het samenvoegen van alle partnerrapportages tot 1 voortgangsrapport, dat dan wordt ingediend bij het gezamenlijk secretariaat. Het is belangrijk dat zowel de lead partner als de partners alle vereiste informatie in hun rapporten opnemen. Het gezamenlijk secretariaat leest geen individuele partnerrapporten, maar enkel het voortgangsrapport van het project. Hoe verloopt de rapportage in de praktijk? De gebruiker meldt zich aan in het IMS-systeem via https://ims.nweurope.eu en selecteert vervolgens het project. Vervolgens selecteert de gebruiker het betreffende rapport. Dit opent op de rapportagepagina waar informatie kan ingevoerd worden. Onder het tabblad Partner Report kunnen de partners per werkpakket verslag uitbrengen over hun algemene voortgang en over de activiteiten. Voor de Summary of Partners Work wordt elke partner gevraagd een overzicht te geven van zijn werk van de afgelopen 6 maanden. Informatie over de geleverde prestaties en bereikte doelgroepen kan hier ook worden toegevoegd. Daarnaast moeten problemen en afwijkingen, met inbegrip van eventuele vertragingen en de wijze waarop deze zijn aangepakt, worden gespecificeerd. De gebruiker moet dan voor elk werkpakket gedetailleerde informatie over zijn werk invullen. Er moet informatie verstrekt worden over zijn bijdrage aan de in de verslagperiode uitgevoerde activiteiten, alsmede over problemen en afwijkingen en over de maatregelen om vertragingen aan te pakken. Deliverables kunnen hier worden bijgevoegd. Geen andere documenten mogen in deze sectie bijgevoegd worden. Partners mogen niet vergeten om hun voortgangsrapport periodiek op te slaan tijdens het invullen op het IMS. Zodra het rapport is voltooid en opgeslagen, moet het opgeslagen rapport worden gecontroleerd op fouten. Alle partners moeten voortgangsrapportages indienen per rapportageperiode. Als een partner in de betreffende periode geen activiteiten heeft uitgevoerd, dan moet een voortgangsrapport worden ingevuld waarin dit wordt uitgelegd en ingediend zonder dat de lijst van de uitgaven wordt ingevuld. Zwitserse partners hoeven geen uitgaven te declareren. Zij dienen enkel hun deel over hun inhoudelijke activiteiten in te vullen. De partners moeten de nodige informatie verstrekken, zodat zowel de lead partner als het gezamenlijk secretariaat kunnen begrijpen wat er tijdens de verslagperiode is uitgevoerd. De partners moeten ervoor zorgen dat het bewijsmateriaal zowel relevant als duidelijk gestructureerd is. Alleen de deliverables en een korte beschrijving moeten worden toegevoegd in het EMS. Vervolgens moeten de lijst van de uitgaven, de geraamde uitgaven voor de komende rapporteringsperiode en de tabbladen voor de bijdragen worden ingevuld. Voor meer details zie de betreffende video over dit onderwerp. Nadat alle onderdelen van het rapport zijn afgerond, legt de partner zijn voortgangsrapportage voor aan de eerste lijnscontroleur door te klikken op Submit Report. Zodra de indiening is bevestigd, verandert de status van het rapport in Report Submitted. De partner kan het rapport niet meer bewerken zonder dat de eerste lijnscontroller het rapport terugstuurt. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website nweurope.eu.